Ik zou ook even stilstaan bij het principe van hoe abonnementen werken in GTSN. Dat is met name belangrijk voor afnemers. Het principe is zo dat een leverancier zijn data invoert en die gaat die vervolgens publiceren. Dat kan op verschillende niveaus. Hij kan aan de hele doelmarkt publiceren. Hij kan aan een specifieke GLN publiceren. En in de nieuwe omgeving kun je ook aan groepen publiceren. Op dat moment gebeurt er nog niks. Want wat er moet gebeuren is dat een afnemer eerst een subscriptie of een abonnement moet maken. En ook dat abonnement maken kan op verschillende niveaus. Hij kan zeggen van ik neem een abonnement op een bepaalde GLN. Dus stel Bolletje die voert aan de linkerkant zijn data in. Die publiceert die aan Jumbo. En Jumbo zegt vervolgens ik neem een abonnement op de gegevens van Bolletje. En als er zo'n match is, dan gaat eigenlijk de data pas lopen. GDSN is een netwerk waarover artikelberichten worden verstuurd. Dus op het moment dat de leverancier gepubliceerd heeft en de afnemer een abonnement heeft, dan heb je zo'n match en dan gaat de data lopen. Dus we noemen dat wel eens een handshake. Dus de data wordt alleen verzonden als er zo'n handshake is. Dus als een nieuwe afnemer in de interface begint, dan zijn er nog geen abonnementen. Op het moment dat je een abonnement aanmaakt, dan zie je al heel snel de data binnenkomen. En dan is die voor jou ook beschikbaar. Dus dit is een principe wat in het hele GTSN-netwerk werkt en is ook in onze nieuwe omgeving. Dan zijn er in de nieuwe datapool een aantal uitvoermogelijkheden. En die zal ik even nalopen. En er zijn een aantal kanalen waarover je die verschillende formaten kunt ontvangen. Het eerste formaat wat breed in het GDSN-netwerk wordt gebruikt is GDSN XML. Daarmee kan een leverancier zijn data insturen naar de datapool, maar daarbij kan een ontvanger ook zijn data ontvangen. Er zijn een aantal kanalen mogelijk. Dat is mogelijk om het via een AS2-verbinding te ontvangen. Dat is een beveiligde verbinding over HTTPS. Daar heb je aparte software voor nodig. En als je dat geïnstalleerd hebt, dan worden die berichten daar afgeleverd. Daar kom ik straks ook nog even op terug. Verder is het mogelijk om via een beveiligde FTP-verbinding GDSN XML binnen te halen. En je kan hem ook handmatig downloaden in de interface. Dan hebben we het stukje media, bijvoorbeeld TIFF-foto's, JPEG-foto's, PDF's voor gevarenbladen. Die kun je binnenhalen via een API, ook via de FTP of via de webinterface. Via de AS2 worden geen plaatjes uitgewisseld. Wel wordt een link uitgewisseld in het XML-bericht, maar dan moet je hem zelf nog ophalen. Daarnaast hebben we een API en die levert helemaal JSON-bestanden op. Dus dat is een formaat wat vaak voor dat soort koppelingen wordt gebruikt. En als laatste hebben we de mogelijkheid om een Excel te downloaden. En dat is alleen mogelijk in de webinterface. Kom ik straks bij de demo, kom ik daar ook nog even op terug. Nou, wat is nou het verschil als je gebruik maakt van een XML-koppeling via AS2 of FTPS en de JSON-API-koppeling? De koppeling via AS2 en FTPS is eigenlijk een soort push-principe. Er wordt een nieuw artikel aan je gepubliceerd of een bestaand artikel wordt gewijzigd. Dan worden die updates die worden verstuurd naar die AS2-verbinding. Dus dat betekent dat je alle berichten altijd ontvangt. Dus nieuwe GTINs en updates. Maar bijvoorbeeld ook berichten van artikelen die je niet in je assortiment hebt. Stel, ik noemde net Bolletje als voorbeeld. Je neemt een abonnement op Bolletje.
En je hebt drie soorten beschuit in je assortiment als retailer. En Bolletje publiceert er 10 aan je. Dan krijg je die andere 7 XML-berichten krijg je ook geleverd. En die moet je dan verwerken in je interne systeem. De JSON-API, daar heb je eigenlijk de mogelijkheid om de informatie per GTIN op te vragen. Dus daar zou je kunnen zeggen van nou, ik heb deze drie smaken beschuit in mijn assortiment zitten. Ik doe een request naar de API en ik vraag die drie één voor één op. En die andere 7 heb ik niet in mijn assortiment, dus dat is niet interessant voor mij. Bij de XML krijg je altijd een complete hiërarchie per bericht. Dus een leverancier publiceert de hiërarchie, pallet, omdoos en een consumenteenheid. Die wordt helemaal in de XML-bestand verstuurd. Ook als het een update betreft, worden alle velden weer opnieuw verstuurd. Via de API kun je kiezen of je de hiërarchie helemaal wil opvragen of per GTIN. Ik zei al, ook bij een update krijg je altijd alle attributen. Dus altijd een compleet XML. Bij de JSON-API kun je opvragen per module. Dus je zou kunnen zeggen van nou, ik wil alleen de afmetingen weten. Dan kun je de module afmetingen opvragen. Of bijvoorbeeld ik wil keurmerken weten of dat soort dingen. Per module kun je die opvragen doen. JSON XML betekent dat als er een update komt van de XML die niet backwards compatible is, dan moet je dat wijzigen. En bij de API ben je iets minder afhankelijk van JSON updates, omdat dat ja, net even buiten de standaard zit, zeg maar. Documentatie is op een aantal plekken te vinden. De XML wordt helemaal beschreven op de site van json.org. In de webinterface is een mogelijkheid om een XML-bericht te downloaden. Zal ik straks ook even laten zien. Voor de API hebben we een aantal hulppagina's. De belangrijkste is de JSON-API-hulppagina. Even kijken of ik die kan openen. En dat is een hele beschrijving van de API in een tool die heet Swagger. Dit is de beschrijving van de JSON-API. Zowel voor leveranciers is er een API beschikbaar als voor data recipients. Nou, voor de data recipients zijn er een aantal endpoints. Dus je hebt een endpoint waar je complete data kan downloaden. Geselecteerde modules kun je downloaden. Je kan een product downloaden of je kan een hiërarchie downloaden. Dat zijn allemaal dingen die je eens kan bekijken. Daarnaast zijn er een aantal query-mogelijkheden mogelijk. Nou, hier zie je welke afzonderlijke modules beschikbaar zijn. Stel dat je tuinretailer bent en je doet ook in diervoeding, dan is het een aparte module voor animal feeding. Dus je zou dan specifiek dat soort velden kunnen ophalen. En het kan ook zijn dat je intern meerdere systemen hebt. Eén voor je warehouse, voor je opslag. Daar zou je bijvoorbeeld afmetingen kunnen ophalen. En je zou voor je webshop misschien de omschrijving van het product willen ophalen. Dat kun je met aparte API calls kun je dat doen. Hieronder krijg je dan een beschrijving van de verschillende zoekmogelijkheden die je hebt. Dus je kan naar een brand owner zoeken, je kan naar een GPC zoeken, nou, allerlei van dat soort dingen. Je kan ook op bepaalde omschrijvingen zoeken. Dat zijn allemaal mogelijkheden die je kan meegeven. Nou, hier heb je nog allerlei filters die je kan meegeven. Je kan ook bepaalde zaken meegeven. Dus je kan zoeken op de last change date, minimum en maximum. He, dus je zou kunnen zeggen, ik doe één keer per dag een request van welke artikelen zijn er
in de laatste dag gewijzigd. Dan krijg je een lijst met GTINs. En vervolgens zou je die kunnen matchen aan je eigen assortiment. En dan kunnen zeggen over deze GTINs zijn gewijzigd en die heb ik ook in mijn assortiment. Daarvan haal ik de nieuwe data op. Terwijl als je gebruik maakt van de XML, dan krijg je al die data gestuurd van al die gewijzigde artikelen. Die moet je verwerken en dat kost meer capaciteit. Verder heb je hieronder de mogelijkheid om dat soort API's calls ook te testen. Ja, als je zegt try it out, dan kun je data opgeven en dan krijg je de respons van de server. Een programmeur kan hier zo mee aan de slag. Voor leken is het misschien hier en daar wat lastig om mee om te gaan.